Met het planten van de laatste bomen zijn de puntjes op de i gezet aan de Handelskade in Nijmegen. Het eerste deel van het project aan de Waalkade is daarmee afgerond. Op de plek waar voorheen het hoofdkantoor en de drukkerij van de Gelderlander stonden, zijn nu meer dan 500 appartementen gebouwd in 9 enorme woongebouwen. De volgende stappen zijn het realiseren en opknappen van de Havenkade en Koningsdaal. De laatstgenoemde wordt op dit moment al flink onder handen genomen. Volgens de ontwikkelaar zijn ze geïnspireerd door woningen in Nijmegen-Oost. Maar de woningen aan de Havenkade zouden wat eigentijdser en moderner worden. Het project zou in zijn geheel opgeleverd worden in het voorjaar van 2021.